kiosk. In de voormalige kapel van de Arme Klare in Eeklo loopt er momenteel een expositie van keramist Joost Maréchal. Maréchal werd geboren in 1911 en overleed in 1971. Om deze twee verjaardagen te herdenken, kwam de Eeklose Cultuurraad met deze retrospectieve. Het leek ons interessant om een tentoonstelling, een overzichtstentoonstelling te wijden aan zijn werk, zowel zijn keramiek als zijn glasramen. Want Joost Maréchal was een vernieuwer van de keramiek in Vlaanderen. Joost Maréchal is eigenlijk een Bruggeling, maar kwam vlak na de Tweede Wereldoorlog met zijn vrouw en kinderen in Eeklo wonen. In het interbellum voor de Tweede Wereldoorlog was de keramiek in Vlaanderen heel traditioneel. Joost Maréchal heeft nieuwe vormen gevonden, heeft vooral geëxperimenteerd met het materiaal, ook met technieken, met emailles, met de soorten klei die hij gebruikte, met het bakken en de procedees die daarvoor van toepassing waren. Hij was een man die voortdurend zijn grenzen verlegde. Hij heeft ook een belangrijke productie van glasramen opgezet. Uiteraard, de meeste glasramen zitten in gebouwen, zitten in kerken of in andere gebouwen. Maar we hebben hier toch op deze tentoonstelling een mooi aantal glasramen kunnen tonen. Maar vooral van zijn keramiek kunnen we zeggen dat deze tentoonstelling een representatief staal is van de ontwikkeling in zijn werk vanaf zeg maar 1938 tot 1971. Naar aanleiding van de overzichtstentoonstelling is er een boek verschenen, een kunstboek over Joost Maréchal, keramist en glazenier. Dat werd geschreven door Frank Huygens, een kenner van de keramiek in Vlaanderen, en door Aletta Rambeau, een kenster van de glasraamproductie in Vlaanderen. Deze tentoonstelling grijpt plaats in de voormalige kapel van de Arme Klaren op de Tieltse Steenweg in Eeklo. En die tentoonstelling is open van donderdag tot en met zondag, telkens van 11 uur tot 18 uur.